leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Er is zoveel gebeurd de afgelopen tijd. Eigenlijk dit hele jaar. En ik moet jullie echt even gewoon lekker met jullie kletsen en bijpraten. En ik dacht, weet je, ik moet me toch opmaken. Laten we dat lekker combineren. Heb je zin in deze video? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat is geheel gratis. En elke zondag komt er om 10 uur een nieuwe video online. 10 uur 's ochtends. Dus ja, laten we gewoon beginnen. Oh, ik ben trouwens ook echt sinds kort weer actief op TikTok. En eigenlijk plaats ik daar ook gewoon dingen wat ik op YouTube plaats. Dus cozy dingetjes, seizoensdingetjes. Maar ook gewoon dat ik lekker naar de winkel ga. Bijvoorbeeld naar de Action of naar de TK Maxx. Clean dingetjes, organizen. Dus ik zou het leuk vinden als je me ook wil volgen op TikTok. Of in ieder geval even een kijkje wil nemen. Helemaal leuk. Oh, het is echt heerlijk. Het is dus, nou ja, ik denk dat heel veel dit echt verschrikkelijk trouwens vinden. Maar het is niet echt een zomer, deze zomer in Nederland. Ondertussen heb ik trouwens al mijn dagcreme opgedaan. Ik gebruik altijd deze. De Estée Lauder Daywear. Hij is bijna op, dus ik moet eigenlijk weer een nieuwe halen. Maar goed. En ik gebruik trouwens ook geen foundation meer. Ik had echt een periode dat ik elke dag foundation op deed. Maar dat doe ik eigenlijk al dit hele jaar niet meer. Ik heb geen één keer nog foundation op gehad en ik vind het eigenlijk wel prima. Nou ja, ik ben natuurlijk naar Afrika geweest. Ik denk dat jullie dat wel weten als je me al wat langer volgt. En dat was echt heel erg vet. Ik kreeg ook heel vaak de vraag van, goh, heb je daar gevlogd of video opgenomen of iets anders? Maar nee, dat heb ik niet gedaan. Ik ben namelijk naar Afrika geweest met mijn vader, die vriendin, die kinderen en mijn zus. En dat was echt zo vet. Dat was echt heel erg vet. Ik heb wel een aftermovie gemaakt, maar dat is echt puur voor ons, gewoon voor ons gezin, zeg maar. Niet dat ik dat ga publiceren ergens of zo, maar echt heel erg leuk. Dus ja, dat was echt bizar gaaf. En ik was natuurlijk vanaf februari ben ik begonnen met afstuderen van mijn opleiding Creative Business, van HBO opleiding. En trouwens, als je de regen en zo hoort, geniet er maar lekker van. Achtergrond, muziekje. Ik heb lekker het raam open. Ik vind het echt heerlijk. Echt een beetje herfstvibe krijg ik ervan. En I know, het is nog maar augustus. Maar kom maar weer door met die herfst en zo en Halloween. Echt, het is verschrikkelijk. Ik kan niet wachten tot het weer herfst en Halloween is. En wanneer ik gewoon mijn kamer weer zo lekker kan decoreren en zo. Ik vind dat zo leuk. Heerlijk. En gewoon die pumpkin spice kaarsen aandoen. Can't wait. Over kaarsen gesproken moet ik ook nog heel veel vertellen. Maar oké, ik moet even in mijn verhaal blijven. Ik zal trouwens anders de producten die ik gebruik linken in de beschrijving. Dan hoef ik dat niet even te benoemen. En ik heb hier trouwens een spiegel, dus daar kijk ik naar. Vanaf februari dus aan het afstuderen. En dat deed ik bij een communicatiebureau. En dat vond ik zo leuk. Echt, ik heb echt de tijd van mijn leven gehad. En dat klinkt heel raar. En bij deze wil ik je ook gelijk ja, op het hart drukken dat afstuderen echt niet altijd verschrikkelijk hoeft te zijn. Ik vond het echt heel leuk. En dat klinkt heel stom of zo. Want ja, dus school en nou ja. Maar ik vond het gewoon heel leuk. En ik doe echt wat ik leuk vind. Dus ja, dat maakt het dan gewoon echt een feestje. Dus ja, ik ben dus, even denken. Juni. Ik weet niet meer eens welke datum. Maar juni was de, midden juni was de deadline. Maar ik was in mei al klaar. Dus heb ik het in mei al ingeleverd en zo. Dus toen ben ik gewoon vanaf juni eigenlijk al gaan werken daar. En ja, ik heb dus een baan aangeboden gekregen. Dus helemaal leuk. Ik heb een nieuwe baan. En naast dat ik natuurlijk gewoon YouTube doe, wat ook gewoon mijn baan is. Ja, werk ik dus 4 dagen in de week ook nog bij het communicatiebureau. En ja, het bevalt me echt super goed. Dus in juni ben ik daar eigenlijk al begonnen. En ja, helemaal leuk. Helemaal leuk. En dan heb ik de maandagen vrij om dus voor YouTube aan de slag te gaan en voor mijn kaarsen. Maar daarover straks meer. Dus ja, afgestudeerd, nieuwe baan. Ik ben nog lekker naar Tenerife geweest. Met een vriendinnetje gingen we lekker op vakantie. Dat was 1 juli. En toen kwam ik terug, moest ik verdedigen. Het is gewoon een einde van een hoofdstuk. Ik ben gewoon klaar met school. Heerlijk. Waarschijnlijk weten jullie het wel als je me dus al wat langer volgt. Maar ik heb een tussenjaar gehad. En dat kwam omdat ik nou ja, een burn-out had. En, dus ik ben echt heel erg blij met hoe het allemaal is gegaan nu. En nou ja, gewoon hoe het nu met me gaat en zo. Ik vind het gewoon echt heel fijn. En dit had ik gewoon nooit verwacht toen ik zeg maar in die burn-out en zo zat. En met die angstgevoelens. Nou ja, daar heb ik ook allemaal video's over gemaakt. Dus ik zal anders die playlist wel even
hier boven linken. Dat is de Mental Monday serie die ik toen was gestart. Om dus mentale gezondheid, nou ja, te bespreken en over allerlei onderwerpen te praten. Maar ja, ik weet niet, dit is toch wel een soort besefmomentje of zo toen ik mijn diploma ging ophalen en zo. En dan mijn cijferlijst zag dat ik echt dacht, wow, dit had ik gewoon echt niet verwacht toen met die burn-out. En dat ik gewoon weer kan functioneren, zeg maar. Dat ik 4 dagen in de week gewoon op kantoor kan werken. Dat ik daarnaast bezig ben met mijn eigen bedrijf. En natuurlijk YouTube is ook een bedrijf. Dat had ik echt nooit kunnen dromen. Dus echt zo blij dat het gewoon, nou ja, licht aan het einde van de tunnel letterlijk was. En dat had ik echt, echt niet gezien die 2 jaar lang dat ik daarin zat. Dus nou ja, dat is echt heel fijn. Maar ik ben dus, en dat heb ik nu eigenlijk al wel vaker doorgeschemerd in mijn, laten doorschemeren in mijn video's. Maar ik ben dus begonnen met het maken van kaarsen. Nou, deze is op. Ik gebruik altijd de MAC Prep and Prime Fixing Spray. Maar ik heb gelukkig eentje nog op de voorraad liggen. Ach, lekker. Oké, ik klim heel erg, maar dat trekt straks wel weg. Maar ja, ik ben dus eigen kaarsen gaan maken. Ik vind dat toch zo leuk. Toen ik in die burn-out zat, wilde ik zeg maar uit mijn hoofd. En alles wat ik deed was in mijn hoofd. En ik raakte gewoon letterlijk overprikkeld van alleen al mijn gedachtes. En toen zei mijn, ik heb echt best wel veel verschillende therapieën gehad en psychologen. En op een gegeven moment had ik echt met mijn laatste psycholoog zeg maar echt een hele goede klik. Dus dat was echt super fijn. En nou ja, conclusie. Hobby heb ik dat. Nou ja, dat had ik gewoon niet. Zeg maar ja, YouTube en zo, maar dat was indirect ook weer werk. Dus dat was niet meer echt om te ontspannen en even helemaal nergens aan te denken. Dus ik dacht echt, ja, wie ben ik nou eigenlijk? Wat vind ik nou leuk om te doen? En ik wist het gewoon allemaal even niet meer. En op een gegeven moment wilde ik wel gaan lezen, want vroeger was ik echt een boekenwurm. Maar ik was te overprikkeld om überhaupt een zin te kunnen lezen, zeg maar. Ik kon gewoon niet lezen. Dat is echt bizar, want nu lees ik dus al een jaar elke avond. Ik vind dat heerlijk. En dan kan ik ook niet meer stoppen met lezen. Het is echt heerlijk. Maar in ieder geval, toen ben ik dus iets gaan zoeken om lekker met mijn handen te werken en niet zoveel in mijn hoofd te zitten. Dus toen ben ik gaan armbreien en dat klinkt echt heel erg moeken. Maar het is echt leuk. Dan kun je van dit soort dekens maken en zo. Dat kan ik dus en dat heb ik dus ook al voor best wel veel mensen gemaakt. Helemaal leuk. En nou, toen dacht ik, ja, op een gegeven moment ben je ook een beetje klaar met alleen maar dekens maken. En toen, ja, mijn opa maakte altijd kaarsen. En ik ben natuurlijk echt een kaarsenfreak. Ik heb zoveel geurkaarsen en ik heb altijd geurkaarsen aan. Ook al is het zomer, ik vind het heerlijk. En gewoon de vibe, knus, cozy, gezellig. En ook nog seizoensgebonden. Ik hou van seizoenen. Dus dan herfstgeurkaarsen, winter, lente, zomer. Je kent het, helemaal leuk. Dus ik dacht, nou, weet je wat? Ik ga mezelf leren hoe ik kaarsen moet maken. En met inspiratie dus van mijn opa. Dus dat vond ik wel ja, heel mooi. Dus ik ben gewoon kaarsen gaan maken. Ik ben gewoon dingen gaan bestellen. En nou ja, heel veel voor familie en vrienden. Als hun bijvoorbeeld een, ik zeg maar wat, een Woodwick kaars hadden, die was op. Of ik dan in die mooie jar zeg maar weer een nieuwe kaars wilde maken. Zodat ze die mooie pot, nou ja, gewoon nog neer konden zetten zeg maar. Dus dat ben ik toen gaan doen. En op een gegeven moment, ja, dat wax, dat is best wel duur. En ik bleef maar dat soort dingen doen. En toen dacht ik op een gegeven moment van, ja, weet je wat ik zou willen? Gewoon mijn eigen kaarsen maken en dat lekker verkopen. Ik vind het nu helemaal leuk voor jullie allemaal aan het maken. Maar dat kost klauwen met geld. Dus ik zag al gelijk opeens een businessplan. Dus toen ben ik op een gegeven moment dus gaan schetsen en gaan doen wat met mijn opleiding is. Zo kan ik dus ook gewoon logo's maken en dat soort dingen. Dus ik ben gewoon gaan brainstormen over een naam. Of een logo. En op een gegeven moment toen zei ik tegen mijn vriend van, ja, ik wil iets met cozy en knus en iets met seizoenen. En ik heb een naam nodig, weet je wel. Ik kwam er gewoon even niet op en ik had heel veel gebrainstormd. En toen zei hij opeens, co-season van cozy season. En toen dacht ik, frek, dit is hem. En toen ben ik dus gewoon een logo gaan ontwerpen. En dan ben ik op een gegeven moment gaan drukken op stickers. En zo is het eigenlijk allemaal ontstaan. En heb ik dus, oh, wat heb ik hier? De vlek van mijn wenkbrauw ding. Maar toen ben ik dus kaarsen gaan maken. En ik verkoop dus nu ook kaarsen, geurkaarsen per seizoen.
helemaal leuk. Ik moet zeggen dat de eerste collectie is dus al volledig uitverkocht binnen een dag. Dat zag ik echt niet aankomen en dat vind ik echt zo cool. Dus ja, de Instagram waar je bijvoorbeeld het op kan vinden is cozyseason.nl. Voor nu heb ik het dus, kan je uiteindelijk orderen via Vinted of via de Insta Stories. Maar uiteindelijk ga ik ook via bol.com verkopen, dus dan is het wat gemakkelijker om te bestellen. Maar ja, ik heb dus de nieuwe herfstcollectie, ben ik al mee bezig en die wordt echt, al zeg ik het zelf, heel erg vet. Dus daar kan ik echt niet op wachten. En ja, daar moet je gewoon een beetje op tijd mee beginnen natuurlijk. Want ik heb nu 50 stuks voorraad. Dus dat is wel even een werkje. Want ik doe alles natuurlijk zelf en in mijn eentje. Dus ja, helemaal zin in. Dus die komt sowieso nog gauw online. Maar ik zou anders wel nou ja, een update geven wanneer dat online komt. Maar ja, vergeet me vooral dus niet te volgen op cozyseason.nl. Op het Instagram account. Want dan blijf je gewoon als eerste op de hoogte van nieuwe voorraad en nieuwe collecties. Want op is op. Maar goed, genoeg gepraat nu eventjes over mij. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe het met jou gaat. Nou ja, ben je nog bezig met studeren of ook al aan het werk? En hoe doe je dat allemaal? Ik heb nu ook, zeg maar, er is zo, zeg maar, je bent sowieso 4 dagen dan ben ik aan het werk. En dan die maandag dus, die ene dag, voor YouTube, TikTok, kaarsen. Dus mijn hele dag weer gevuld. En dan heb je natuurlijk gewoon nog je sociale leven, schoonmaken, opruimen, sociale leven, jezelf, niet geheel onbelangrijk. En ja, ik moet zeggen dat ik het wel, eigenlijk op zich, het gaat wel goed, zeg maar. Oftewel, ja, die combinatie, het lukt wel. Ik ben heel erg, zeg maar, dan, als ik bijvoorbeeld de hele dag heb gewerkt, dan 's avonds wil ik ook gewoon me-time. Dus dan ga ik gewoon of sporten en dan ga ik daarna lekker, weet ik veel, in bad of een serie kijken of een boek lezen. Dus dan focus ik me wel echt op mezelf. En dan in het weekend dan wat meer dus met mijn vrienden en vriendinnen en familie en zo. Want dat vind ik gewoon wel fijn om weer op te laden, zeg maar. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat doet. Dus laat het zeker weten in de comments. En vooral als je dus daar tips hebt. En nou ja, ik ben wel benieuwd hoe jouw schema er dan, zeg maar, uitziet. Wanneer ben jij aan het opruimen, schoonmaken? Wanneer ben jij aan het werk? En hoe combineer je dat allemaal? Ik ben natuurlijk nog een groentje. Ik ben net nieuw in het volwassen leven. Dus tips zijn altijd welkom. Ik gebruik dus altijd die Maybelline Sky High mascara. Die vind ik echt heel erg fijn. Alleen die is op. Dus wat ik had gedaan. Ik had deze gekocht. De, wat is dit? Ethos Seduce Me Instantly. Deze. Maar die vind ik dus niet heel fijn. Dus wat doe ik? Ja, ik moet echt even weer nieuwe mascara dus kopen. I don't know. Ik pak gewoon dit borsteltje en die doe ik in deze mascara. En dan heb ik weer een soort van nieuwe mascara. Ik ben dus laatst jarig geweest. Jarig. Ik was jarig. 22 alweer. Bizar hoe snel de tijd gaat. En dat klinkt heel cliché, want dat zegt iedereen. Maar dat vind ik echt. Gewoon oprecht. Ik weet nog, vorig jaar mijn 21 dinner en zo. Dat was echt zo leuk. En dan heb ik nu alweer 22. Nou, ik weet dus niet hoe het met jullie zit, maar ik zei het net al. Herfst, Halloween. Ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten om mijn kamer lekker te decoreren. Ik ga straks ook een andere video opnemen. En dan ga ik dus naar de Action toe. En dan ga ik een Shop With Me filmen. Die komt, als jullie dit zien, volgende week online. Maar er zijn dus ook al daar allemaal herfstdecoratie en dingetjes. En oh, ik heb gewoon zin in herfst. En gewoon die geur kaarsen aan te steken. En blaadjes overal. En lekker die warme, cozy tintjes in mijn kamer. Ja, ik vind het echt leuk. Wanneer ga jij, als jij daar dan natuurlijk van houdt, je kamer of je huis herfst decoreren? Wanneer is het voor jou een schappelijke tijd? Ik vind het dus lastig, want 21 september is het, geloof ik, herfst. En het liefst doe ik het gewoon 1 september al. Vooral nu alles, zeg maar, in de winkels al helemaal. Nou ja, bij de Primark heb je allemaal dingen. Bij Tiki Max ben ik ook de afgelopen tijd helemaal losgegaan al. Action dus. En zo zijn er nog meer winkels waar het allemaal weer lekker in de schappen ligt. En dan, ja, mijn hart kan dat niet aan. Dan denk ik, oh, wat leuk. Zo, en dat was het make-upje alweer. Zo, dan was dit alweer het make-upje. Ik heb lekker met jullie bij kunnen praten. Het was best wel veel in een korte tijd. Ja, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet je dus niet te abonneren op mijn kanaal. En vooral even nog te kijken op TikTok. Vind ik helemaal leuk als je dat gaat doen. Ik heb het altijd in de beschrijving ook gelinkt staan. En ook het Instagram account van Cozyseason, van mijn geurkaarsen. Dus volg die ook zeker om dus op de hoogte te blijven van de nieuwe collectie. De herfstcollectie die eraan komt. Bedankt voor het kijken en dus tot de volgende video weer. Doei doei!